Het is weer tijd voor Henk in de keuken. Goedemorgen beste mensen, goedemorgen. Het is weer tijd voor Henk in de keuken. We zijn er weer, we zijn weer in de keuken. Het is vandaag woensdag 23 maart 2022. Kratjes zijn we rond en wat staat er allemaal in de krant vandaag? Ja, nog even volhouden staat er op de voorpagina. Goedemorgen beste reizigers, nog even volhouden. Zo kondigt hoofdconducteur Turstan Saridio op Lelystad Centraal de laatste dag van de mondkapjesplicht in. Het openbaar vervoer aan. Vanaf vandaag is het mondmasker niet meer nodig. Dus je kan nog natuurlijk altijd zelf, als je dat zelf wil, een mondmaskertje opzetten. Straks zie ik die blijde gezichten weer, zegt de conducteur. Die staat hier dan. Hoppakee. Hij heeft een kindkapje op dit moment. Zoals ze velen. De mooiste boom van Europa staat in Polen. Een Poolse beauty, een oeroude eik. De Spaanse eik, 250 jaar oud. Ja, dat is toch wonderlijk, hè? De natuur is zo verschrikkelijk mooi, mensen. Nou ja, zo is even wat. Ik moet een beetje vrolijkheid brengen in Henk in de keuken. Dus ja, ik moet een beetje gek doen misschien. Misschien ook niet. De Veluwe staat maar maandje na de storm alweer droog. Van genoeg water naar keuken droog. Zandgrond, hè? De Veluwe heeft amper een aantal fikse regenbuien verwerkt. Slaat alweer snel om. In de zomer in aantocht heeft hij een dringende wens: nieuwe regen. Ja. Is dat vrolijk? Nee, ook niet vrolijk. Het moet een beetje vrolijk zijn, ja. Het moet een beetje leuk zijn om naar te kijken. Henk in de keuken moet leuk zijn. Dus ja. Ik heb nog geen idee. Van de Poel is terug. En direct weer de ster van de show. Dat is mooi. Ik ben een fan van Mathieu. Mathieu van de Poel is terug in het peloton. In de bescheiden etappekoers. Sentimana Kopi e Bartali werkt aan zijn comeback die zaterdag met de derde plek in Milan Sanremo als spectaculair begon. Deze krant volgt zijn spoor in Italië. Mathieu van der Poel trekt volop door op kop. De trainer van Utrecht, René Haken. Fut. Utrecht presteert niet, dus ja, dan moet de coach van weg. Fut is hij. Renze Klamer gaat aan de slag bij RTL. De presentator die amper een jaar geleden aan de kant werd gezet door de BNNVARA krijgt deze zomer een eigen late night talkshow. Ik word gezien als maker en niet als uitvoerend poppetje. Dus na Bo Jinek en Herberto Tan hebben ze een nieuwe pretty boy. Hè? Knappe kerel toch? Groene ogen. 32 jaar. Het was klein leed, hè. Er was een pandemie gaande en nu de oorlog in de Oekraïne. Ja.
die Paulus maar voorspelde op zijn sterfbed dat er over 4 jaar een Elfstedentocht zou zijn. Dat vertelde Jan Slachter gisteren in een eerbetoon aan de markante Weerman. Willen jullie dan aan mij denken? Vroeg Paulus maar aan Omroep Max Baas. Tjonge. Weerman tot in het graf. Nou, vrolijk was het niet, leuk was het niet. Wat was wel het nieuws van vandaag? Hè? Oorlog in Oekraïne. Mondkapjes mogen af. De mooiste eik staat in Polen. Wat hadden we nog meer? Wat hadden we nou nog meer? Oh ja, de trainer van Utrecht is daar. Is fut. Nou ja, dat was het. Even verzwaaien zo. En zeggen we toedeledokie.